Welkom op Odyssee. Een basisschool gemengd met voortgezet onderwijs. Odyssee is een school waar je kan komen als je psychosociale problematiek hebt, waardoor je problemen hebt met leren. Op Odyssee zorgen wij ervoor dat de leerling rustig en veilig kan leren in een ondersteunende omgeving. De klassen zijn klein en er wordt meer structuur aangeboden. Speciaal maakt dat de leerling centraal staat, de persoonlijke benadering, dat we eigenlijk altijd uitgaan van de mogelijkheden van het kind in plaats van de belemmeringen en dat we dat het kind zichzelf kan zijn en dat we met elkaar gezamenlijk kijken wat nodig is om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Ja, het is heel anders dan het reguliere onderwijs. Wij werken wel vanuit de overtuiging van gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Dus daar zitten diverse gradaties in. Bij sommige leerlingen is meer specialiteit nodig dan bij anderen. Maar over het algemeen kan je zeggen dat het onderwijs op Odyssee vele malen gestructureerder en rustiger en duidelijker is dan wat op reguliere scholen plaatsvindt. Ik vind hier wat rustiger dan in mijn oude school, in mijn oude klas, 25 kinderen. Ik was de 25e, ik vond het echt kei druk. Nu ben ik, dus was ik naar de tweede school verhuisd, dat was ook druk, maar hier vind ik het echt super rustig. Ik ook. Ik vind een hele goede school ook dat alle kinderen elkaar respecteren hoe ze zijn. En ik vind het ook fijn dat je hier zo kleine klassen hebt, waardoor er ook wat meer aandacht aan je wordt geschonken. Vooral ook omdat de kinderen hier eigenlijk een soort van anders zijn. De meeste hier hebben autisme en dat is dan wel fijn als je dan andere begeleiding krijgt. Nou, ik heb echt een klik met de kinderen die hier op school zitten. Ondanks dat er toch veel kinderen zijn met problematiek. Als je zo door de gangen loopt, dan merk je daar eigenlijk weinig van. Dat komt omdat er heel bewust is nagedacht over hoe we met elkaar omgaan. Ja, als je in de gangen loopt, zie je dat er regels en afspraken hangen. Ook het kleurgebruik en hoe het gebouw is ingericht, is allemaal over nagedacht. Nou, mijn medeleerlingen zijn super aardig en ik zit er nu al 2 jaar mee in dezelfde klas en dezelfde docent. En je merkt wel na 2 jaar dat we een hele hechte band samen hebben gekregen en dat is wel heel erg fijn. En we helpen elkaar als we hulp nodig hebben. Onze docent is echt heel erg aardig en super gezellig ook. Dus dat is wel heel erg fijn. Ook dat je iemand hebt waarmee je goed kan praten en die naar je luistert. Ik heb nu 12 leerlingen, daarvan zijn er 5 VMBO-T en 7 VMBO-B. En die hebben een hele dag gezamenlijk les. En ik sta ook zelf een hele week voor de klas, dus eigenlijk met alle vakken. Dus daarom hebben we ook minder wisseling van leerkrachten. En VMBO-T kan ook de VMBO-B-leerlingen helpen. En als een kind van niveau wisselt, blijven ze ook in dezelfde klas. Dus ze leren daardoor ook van elkaar. Ik vind het bijzonder dat alle leraren en leerlingen goed met elkaar om kunnen gaan. Dat er een hechte band is tussen de leraren en de leerlingen. Niet zoals bijvoorbeeld op reguliere scholen. Dus, het geeft wel een goed gevoel dat er ook mensen zijn die toch wel voor je zijn en inzetten voor jou als persoon. Zowel op de school als op het college staat elke week sociale vaardigheden op het rooster. Op Odyssee volgen de leerlingen vanaf de tweede klas, derde klas stage. De tweede klas is het eigenlijk de voorbereiding op de stage, loopbaanoriëntatie onder andere. En vanaf de derde klas gaan leerlingen stage lopen. We hebben heel veel stagebedrijven waar de leerlingen geholpen worden om een stukje ervaring op te doen met het gewone werk. Ik wil daarna naar Scalda in Middelburg, want dan wil ik de uniformen opleiding gaan doen, want ik wil later bij de politie gaan werken. Ik wil zelf op school op de werktechniek kunnen gaan doen, niveau 4. Dus dan met taalbewerking, omdat dat vind ik eigenlijk zelf ook heel leuk. Dus aan de ene kant heel bijzonder vanwege het feit dat we kleine klasjes hebben, dat we heel veel persoonlijke aandacht hebben. Maar aan de andere kant ook heel gewoon, omdat het een school is als alle anderen met diploma's en vakdocenten enzovoorts. Wat deze school zo bijzonder maakt, is dat we hier in kleine groepen werken. Met heel veel aandacht voor de leerling zelf. En dat we hier samen werken aan een betere toekomst. Thank you.
Odyssee. Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.